Dinsdag werd via Turkse media bekend dat de stad Gaziantep alle borden wil verwijderen die verwijzen naar Nijmegen, waar een stedenband mee bestaat. Dit zou het gevolg zijn van de spanningen die zaterdag ontstonden tussen Nederland en Turkije. Hoe valt het besluit van de bevriende stad bij de burgemeester van Nijmegen? Er zijn dingen gedaan, ook van Turkse zijde, die Nederland natuurlijk niet kan accepteren. Maar dat het consequentie heeft dat we in een stedenband, die 10 jaar lang eigenlijk in alle hartelijkheid verlopen, nu, al is het misschien een symbool, dat Nijmegen niet meer getoond mag worden in Gaziantep, vind ik ronduit teleurstellend. En uiteraard wil ik ook precies weten wat hier de achtergrond van is. Want wij weten op dit moment ook niet veel meer dan dat het aangekondigd is en dat zou gaan gebeuren. Maar we willen uiteraard ook van het gemeentebestuur van Gaziantep horen wat hier nu precies hun beweegredenen zijn. Want om heel eerlijk te zijn, we hebben hele goede jaren gehad met leuke en goede projecten. Ook nuttige projecten, met name op onderwijs is er heel veel gebeurd tussen Gaziantep en Nijmegen. Maar het laatste jaar, laatste 2 jaar, is het eigenlijk relatief stil. Dat komt waarschijnlijk door het feit dat Gaziantep ligt dicht bij de Syrische grens. Dus een oorlogsgebied. Daardoor is het lastig om erheen te gaan. Ik heb zelf al een paar keer reizen moeten aflassen omdat er een negatief advies was. Daarnaast hebben de gebeurtenissen na de staatsgreep vorig jaar ook eraan bijgedragen dat ook hier in de stad er weinig animo is voor mensen om nog mee te helpen. Dus de voorzitter van de stedenwand die heeft ons in januari laten weten dat hij zijn poging om een nieuw stichtingsbestuur te maken heeft moeten opgeven omdat er gewoon onvoldoende animo is. U proeft wel in mijn woorden dat deze stedenwand wel enorm onder druk staat en de gebeurtenissen van de laatste dagen hebben dat natuurlijk alleen maar versterkt. Het gemeentebestuur vindt dat ook al worden de meest vreselijke dingen gezegd en gedaan, dat je altijd moet kijken naar waar je elkaar kunt vinden. Als dat niet maar kan, dan moet je ermee stoppen. Maar tot die tijd gaan wij niet de dingen veranderen. Het plein blijft gewoon Gaziantepplein heten.